Ze zijn helemaal weg van oude verpakkingen. Ed en Ria van der Ziel uit Rijswijk. Ze sparen allerlei producten uit de jaren 50 en 60. Hun verzameling werd in 10 jaar tijd zo groot dat ze besloten om hun spullen tentoon te stellen. En daarvoor moesten ze wel een tweede huis kopen. En dat is nu omgedoopt tot Klein Museum De Sleutel. Ja, dit is een bolder uitermaat. Gooi een dubbeltje in. Haalt het hendel naar beneden. Laat hem los en het groeit. Kijk eens mooi. En pure bolduit. Dat ging vroeger op de wc. Een authentieke eau de cologne-automaat. Het is een van de duizenden artikelen uit de jaren 50 en 60 van Ed en Ria van der Ziel uit Rijswijk. Ze hebben een sigarenwinkeltje ingericht met tafels en stoeltjes om een kopje koffie te drinken. Een ander deel van hun verzameling is uitgestald als ouderwetse kruidenierszaak. Om alle spullen kwijt te kunnen, hebben Ed en Ria een tweede huis moeten kopen. Iedereen doet wel eens gek, hè? Ja. Ach, en nou kan je het delen met andere mensen die het misschien ook leuk vinden om te zien. En die misschien geen ruimte hebben om hun spullen tentoon te stellen. En wij wel. Op zondagmiddag is hun privémuseum namelijk open voor bezoekers. Die maken dan kennis met Ed en Ria's fascinatie voor vroeger. Kijk, oude melkdoppen van Menke van de Grieken, oude hero's. Dit een negertje, dat mag niet meer, verkocht worden. Maar wat vindt u nou zo mooi aan al die oude spullen? Nou, het is mooier dan wat ze nou hebben. Nou hebben ze niet zoveel meer, nou hebben ze het chemische rotzooi. Hero-flesjes, die heb je ook niet meer, die waren lekker vroeger. Ed en Ria zijn zelf opgegroeid in de jaren 50 en 60. Vandaar dat je dus dan al die herkenbare dingen die je dan nu tegenkomt, als oh ja dit, oh ja dat, dat is hartstikke leuk. De artikelen tikken Ed en Ria her en der op de kop. Waar nodig worden ze gerestaureerd. Dit is een pak zeepoeier uit de jaren 50. En dat is natuurlijk niet helemaal netjes meer bewaard gebleven. Er zit geen goede bovenkant meer op. Hier zo. En dit is open. Dus dat moet ik er allemaal uit gaan halen. Dat maak ik dan heel voorzichtig open hier zo. En dan haal ik de zeepoeier eruit. Die doe ik dan in een plastic zak. En dan maak ik van deze onderkant een kopie. En die maak ik dan hier weer bovenop. Zodat hij er weer helemaal heel uitziet. Op dit moment zijn Ed en Ria bezig met de inrichting van een ouderwetse schoenmakerij. Dat is allemaal oud, hè? Die zooi. Kijk, we hebben nog een paar bezolen. En misschien komt er nog wel meer bij. Al zal hun museum aan huis niet snel uitgroeien tot iets heel groots. Want, zeggen Ed en Ria, deze hobby kost hen nu al meer dan genoeg. In onze verkiezingsserie kunt u zo meteen weer kijken naar een lijsttrekker die een minuut de tijd krijgt om zichzelf aan te prijzen. Maar rest dit, gratis openbaar vervoer en gratis parkeervergunningen. Daarmee hoopt de Stadspartij Leiden Ontzet 3 zetels te halen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. De partij bestaat nog maar net en is opgericht uit onvrede met het huidige bestuur van Leiden. Nou, stemwijzers, stemlijst 12.